Op een gegeven moment lag de hele woning vol met afvoerwater, weet je. Op een gegeven moment waren gewoon echt, liepen we tussen uitwerpselen van de hele flat, om het zo te zeggen. De dag na kerst belanden Manuel en zijn gezin in een nachtmerrie. Er ontstaat een overstroming in hun woning met afvoerwater van de bovenburen. Al mijn hoeslakers, mijn beddengoed heb ik gebruikt om dat te stoppen. Maar op een gegeven moment wordt het één grote ravage. En zitten zelf je eigen handen onder de uitwerpselen van alle bewoners die compleet boven jou wonen. Dus vanaf de 10e tot en met mei is er bij mij uitgekomen. Dus iedereen zijn uitwerpselen heb ik aangeraakt. En mijn identiteit door mijn vrouw. En mijn kinderen hebben er ook in gelopen. Allemaal. Dus het is schrijnend. Het is gewoon een broeienis van bacteriën in de woning. Vervolgens was de huismeester ter plaatse en de opzichter van de woonstichting. En die sprak ook van een complete ravage, nog nooit eerder vertoond. Maar dezelfde opzichter, die belde mij gisteren, doordat ik zeg maar aan heb gedrongen. Gaf hij aan dat ik aanstaande maandag erin kon. Maar van de receptionist bij het hotel hoor ik dat het met de week is verlengd. Dus wie praat nou eigenlijk de waarheid? Waarom hoor ik het niet van de woonstichting zelf en moet ik het van een receptionist horen? Manuel vindt de communicatie met eigen haard onduidelijk. Dus ik besluit de huismeester te bellen. Dan moet je eigen haard bellen, dan doe ik geen uitspraak over. Dat is allemaal geregeld, want dat ga ik niet zomaar aan iemand vertellen. Dus dat doe ik niet. Nou, het is niet echt geregeld, want de spullen die staan hier allemaal op een hoop. En het is niet echt leefbaar. NH, waar bent u van als je vragen mag? NH Nieuws. Vindt u het zelf niet heel erg wat hier gebeurd is? Nee, maar, ik ben zo boos. Mevrouw, goedemiddag. Oké, duidelijk. De huismeester wil dat ik contact opneem met de communicatieafdeling van eigen haard. Ja, dat is. Na 9 minuten krijg ik via de spoedlijn een vriendelijke medewerker aan de telefoon. Ze vertelt me dat het moet worden uitgezocht en dat ik word teruggebeld door iemand van de communicatieafdeling. Later die middag word ik gebeld door Wim. Hij legt me vooral uit dat het lang gaat duren omdat huurder Manuel geen inboedelverzekering heeft. Wat nu vooral veel tijd gaat kosten is het uitzoeken wie er aansprakelijk is. Ik ben nu ten einde raad. Ik heb gewoon vangende woonruimte nodig.